seconden langzamer dan Ralph Furman. En dat mag niet. Furman nog steeds de snelste. Nog twee man te gaan. De eerste van die twee is Jos Verstappen. Door Estoril en dan dat lange rechte stuk. Hij kan heel vroeg op het gas en Verstappen is gewoon snel. De baan is droog. Deze omstandigheden natuurlijk wat beter dan de mannen die eerst moesten rijden. Maar ja, een week geleden was het natuurlijk compleet andersom. Toen moest Verstappen in de regen en had Schumacher nog een droge baan. 14e is hij sneller dan de Ier in de Jordan. En dat ziet Verstappen ook. Als hij op zijn dashboard kijkt, ziet hij ook die tussentijden. Verstappen die niet de baan afrijdt. Die lange 180 graden bocht, de doordraaier. Dat gaat allemaal goed. Richting de chicane Imola. En dan ook richting het tweede meetpunt. En wat is dan de voorsprong van Verstappen? Een hele seconde. Niet de baan afrijden waar Furman dat deed. Dan gaat het allemaal goed komen voor de Nederlander. En dan staat hij op P1. En dan moet alleen Justin Wilson nog. Dan staat Verstappen sowieso tweede. De hartslag van Giancarlo Minardi die zal echt omhoog gaan. Als Verstappen over start-finish gaat, pakt hij de eerste plaats van Ralph Furman met 2,7 seconden. En hier lijkt het wel alsof ze de wedstrijd gewonnen hebben. Een team heeft dit soort opstekers nodig. En voorlopig P1 voor Jos Verstappen.